車から通らん場合、雨降ったらブレーキ制度の3分の1ぐらいと思っといてね。Welkom bij de 6.4 Duurzaamheid Biocast. Jullie zagen net een auto die op zonne-energie rijdt. En dat is ook duurzaam. En wat is duurzaamheid nou eigenlijk? Nou, dat betekent dat de ouderen van nu op dezelfde manier gebruik maken van hulpmiddelen, van kleding, van voedsel, van auto's. En die doen het op zo'n manier dat ook hun kleinkinderen en hun kinderen dat kunnen doen. Dus dat is duurzaamheid. Geen roofbouw plegen, zorgen dat je kinderen het net zo goed hebben als jij. Bij hergebruik gebruik je hetzelfde product opnieuw en bij recycling maak je wat nieuws van het oude product. Dit is een vorm van recycling. De lege blikjes komen aan. Wat er niet tussen hoort, wordt uitgezocht. Plastic en dergelijke, wat overblijft, zijn de aluminium blikjes. Je ziet hoeveel van die blikken er aankomen daar in de fabriek. En die gaan in een enorme pers. Daar worden weer blokken van geperst, zodat ze niet te veel ruimte innemen. Die blokken aluminium, die gaan de smeltoven in en daar wordt er weer nieuw aluminium van gemaakt. En van dat nieuwe aluminium worden weer opnieuw blikjes gemaakt. Maar dat kan ook wat anders zijn. En dan in 3 maanden staat zo'n blikje weer opnieuw bij jou in de koelkast. En dat kan door de rookgassen van fabrieken af te vangen. Door roetfilters te gebruiken in auto's. En door te kijken naar de energielabels van auto's. Zo kun je een auto kopen die het energiezuinigst is. Allemaal dingen om te zorgen dat het milieu zo min mogelijk belast wordt. Een andere manier van energie krijgen is met windmolens. En met zonnepanelen. Of met aardwarmte. En aardwarmte betekent dat je, als het warm is zomers, koud water uit de bodem haalt. En dat laat je warm worden in je huis. Dat zorgt je pompje weer naar beneden in de aarde. En daardoor koelt je huis af. Maar natuurlijk, dat water in de bodem, dat warmt op. En in de winter, wanneer het juist weer koud is, kun je dat warme water in de bodem weer oppompen om je huis te verwarmen. Dat is allemaal CO2-neutraal. Hetzelfde is wanneer je waterkracht gebruikt. Het water wat van boven naar beneden stroomt, gebruik je om een turbine aan te drijven en daarmee kun je ook stroom maken. Allemaal CO2-neutraal. Biodiesel of biobrandstof. Planten die je verbouwt, daar maak je brandstof van. Ook dat is energie-neutraal. Dan hebben we hier een huis. En dat huis, daar komt zo'n windmolen vlakbij te staan. Dat willen mensen niet. En dat noem je het NIMBY-effect. En dat staat voor Not in my backyard. Mensen vinden het heel belangrijk dat er windmolens komen, maar willen ze niet vlakbij zich hebben. En dat is ook wel logisch. Want ze maken lawaai natuurlijk, die wieken die zo hard draaien. En als de zon de verkeerde kant op staat, dan kom je in de schaduw te zitten. En dan komt er elke keer zo'n schaduw langs, zo'n slagschaduw. Dus het is ook wel begrijpelijk, maar we zullen wel wat moeten. Hier zie je hoe algen groeien en die algen worden gebruikt om daar biodiesel van te maken. Het voordeel daarvan is dat je deze energie, dat je de koolstof die daarmee vrijkomt, de CO2, weer opnieuw kunt gebruiken om algen te laten groeien. Dus de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt dan niet toe. Niet alleen met algen gebeurt dat, maar het kan ook gebeuren met andere producten die op het land groeien. En wat gebeurt er dan? Dan heb je bijvoorbeeld mais waar je brandstof van maakt. En die mais,
of de andere producten op het land, die werden eerst gebruikt om mensen te voeden en die ga je nu gebruiken om een auto te laten rijden. Dus dat betekent dat er minder mensen voedsel hebben. Dat is het nadeel van het gebruik van die biobrandstof. We gaan kijken naar een biologische boerderij. En op een biologische boerderij zijn de kringlopen gesloten. Dat betekent dat het voer voor de koeien op dat bedrijf verbouwd wordt. Dus licht van de zon, CO2 uit de lucht, water uit de grond en mineralen uit de grond. Die komen terecht in de planten, bijvoorbeeld in het gras dat daar groeit. Het gras wordt gegeten door de koe. En de koe die poept, dat doen koeien. En die poep wordt klein gemaakt door afvaleters. En die resten worden door reticenten afgebroken. En die maken daar weer mineralen van en CO2. En zo is de kringloop op dit bedrijf gesloten. Min of meer, want het vlees van de koe of de melk van de koe wordt natuurlijk wel afgevoerd. Maar het is niet zo dat het voer van de koeien bijvoorbeeld verbouwd wordt in Zuid-Amerika en de koe hier in Nederland is. De kringlopen zijn gesloten op een biologisch bedrijf. Nou, zo'n biologisch bedrijf die gebruikt ook geen bestrijdingsmiddelen. Gebruikt ook geen kunstmest. Alleen de mest van de koeien wordt gebruikt om die planten te laten groeien. En ook genetische modificatie wordt niet gebruikt in de biologische landbouw. Dat zijn de drie verschillen. Vier verschillen, want ook intensieve veehouderij, bio-industrie is niet aan de orde. Dus deze dingen allemaal niet en wel gesloten kringlopen op een biologisch bedrijf. Het Kyoto-akkoord is het akkoord om te zorgen, zoals je gezien hebt in de film van Al Gore, om het CO2-gehalte niet te veel te laten oplopen. Er zijn maar heel weinig landen die dat gehaald hebben. Er is ook een aantal landen die niet meegedaan hebben. En hier zie je de landen die wel geratificeerd hebben, die getekend hebben. En gelukkig zijn er nu wat veranderingen bij Amerika gekomen. Maar in de tijd van dit plaatje, Amerika, Noord-Amerika en Australië, die deden niet mee. En vooral Noord-Amerika is een heel belangrijke producent van koolstofdioxide. Er is een plan in Nederland om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dus dat dieren kriskras door het land zich kunnen verplaatsen. Dat is de ecologische hoofdstructuur. Je ziet hier die groene vlekken die allemaal met elkaar verbonden moeten worden. Hier zie je dat uitvergroot in de buurt van Amsterdam en Utrecht. En dan zie je dat een heel netwerk moet komen, zodat de dieren zich kunnen verplaatsen. Een heel mooi plan, maar deze man, die heeft namens het kabinet wat we nu hebben besloten, dat daar geen geld voor is en dat die ecologische hoofdstructuur dus niet doorgaat. Wat dat betekent voor de natuur, moeten we nog zien. Maar het is niet zo mooi. Dit was de 6.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer. Maar dat zal volgend jaar zijn, want dit is het laatste hoofdstuk van dit jaar. Veel succes in de toetsweek dus!